Diesel. Met inderdaad Down in the Silvermarkt. Zeg, hoe heet die andere hit ook weer, Leon? Dan gaan we die volgende week draaien. Zou ze moeten doen? Ik stel voor dat we elke... Nee. Ja, we gaan het eens even hebben over Dordrecht en NAC. Je luistert steeds aan NAC Praat op Breda Nu. Mike, wat zei je nou net? Het is, we voetballen nog niet helemaal zoals het moet gaan. Wat gaat er dan nog niet goed volgens jou? Ja, wat gaat er nog niet goed? Vooral als we even naar de tweede helft mogen kijken, wat gaat er wel goed? Nou, wat ik in de eerste helft heb gezien, wat me in ieder geval ook wel gerust stelt, is dat de goal die we maken, dat is echt een hele goede goal. Ja. Ik hoorde mensen voor die voorzet van Giovanni Korte, hoorde ik mensen roepen van zo, maar als deze erin gaat, is dat wel een hele mooie goal, is een mooie aanval, mooi opgezet. Klopt. En goede voorzet ook. Ja, het was een hele goede voorzet. Dat is lang geleden, hè? Zeker weten. Dat is lang geleden dat we dat bij NAC hebben gezien. Iemand die een mooie bal voor kan geven. Ja. Maar ja, goed, ik hou me een beetje vast in die goede punten. Ik ben niet de beste in het opnoemen van slechte dingen, maar je ziet dat het allemaal niet... Ik heb het idee dat het vooral de verdedigers, die zijn nog niet goed ingespeeld op hunzelf al eigenlijk, op het voetbal zelf, maar ook dus de aansluiting met het middenveld, waardoor eigenlijk het middenveld ook ver uit elkaar valt en fouten maakt. Ik denk dat het probleem op het middenveld ligt, want daar zijn ze voornamelijk nogal veel de bal kwijt. Ja. En de koning balkwijtraker is Jeff Stans wat mij betreft op dit moment. Ja, die is vreselijk slecht, zeg. Wat staat hij als een natte krant te voetballen, zeg. Ja. Daar had ik toch echt stiekem meer van verwacht. Ja. Nou, ik bedoel, we hebben allemaal in de eerste wedstrijd een wereldpaas gezien van Robbie Hamouts. Ja. Ik bedoel, die is ook de laatste twee wedstrijden zijn niveau niet meer... Viel ook teuren. Ik vond tegen Dordrecht Luc Nijholt wel goed. Of, hoe heet die? Gianluca. Luc is zijn vader, volgens mij. Ja. Die vond ik wel goed voetballen. Ja, nee, ja, die speelde zeker beter. Ja. Maar ja, goed, je kunt in je eentje kun je niet dat middenveld optrekken. Nee. Dus, nee. En we hebben het er al weken over, Leon. Nou. Die Rommens, mocht hij fit raken... Die zou wel eens een plekje op het middenveld kunnen krijgen. Ik zie dat wel zitten. Hoor. Ik zie dat wel zitten. Want hoe zit dat nou met dat middenveld? Vinden we er eigenlijk nog van? Zijn het allemaal weer een beetje te veel jongens van hetzelfde? Nou, nee, dat vind ik niet. Ik vind vooral dat Stans... die doet zijn best niet, vind ik. Ja. Die, als je ziet bijvoorbeeld tegen MVV... Daar steken spitsen en aanvallers... Steekt iedereen op zijn minst een voet uit of een been omhoog. En er wordt... Als ze in een duel komen en dan wordt er een paar keer tegen dat been aangeschoten. Stans doet 9 van de 10 keer helemaal niks. Yeah. Ja. Loopt gewoon te shocken. Krijgt hij een bal, is hij 9 van de 10 keer weer heel erg snel kwijt. Ja. En ik hoorde Dijkhuizen afgelopen, of na Dordrecht-NAC zeggen van ja, Dordrecht speelt fysiek. Dat klopt, het zijn allemaal grote knoesten waren dat. En dan wilden we ons onderuit voetballen. Vind ik op zich, hè, we willen uit de duels blijven. Dat vind ik op zich een heel goede keuze, maar dat moet je wel kunnen. Ja. En je zag tegen MVV dat ze dat ook niet konden. Dus het probleem 2 is, als ik dat even mag zeggen, als NAC tegen een fysieke tegenstander speelt, hebben ze het ook heel moeilijk. Ja, ik denk, want we hebben het nu alleen maar over Dordrecht, maar ik denk dat we eigenlijk MVV zijn we bijna vergeten. Ja. Maar dan wil ik ook nog wel even iets aan jullie vragen, want ik ben natuurlijk hier ook wel zo brutaal om dan even een vraag aan jullie te stellen. Zo. Maar wie stelt er nou Rommens op tegen Ene Verheid? Ja, dat was toch wel. Ja. Daar rolde toch wel van de tribunes van. Wat gebeurt daar? Nou, dat is toch wel echt het domste wat je kan op doen. Op de rat werd het nog uitgelegd. Dijkhuis heeft gekozen voor een zoneverdediging. Dus iedere speler houdt een zone. Maar ja, die Verheid houdt zich natuurlijk niet in de zone. Nee, die zoekt zijn kleinste tegenstander op en gelijk heeft hij. Dan vind ik, en daar hebben we dus ook discussie op de rat over gehad. Ik vind dat een speler zelf, of spelers zelf, moeten zeggen van... Hey, we gaan even wisselen, want dat gaat niet zo. Ja. En jij houdt die langer in de gaten. En dan pak ik die smurf van 1-10 die er ook tussen liep. Ja, nou ja, precies. Want ik denk dat je bij MVV had je twee spelers... Dat is die Cuvench die buiten speelt. Dat is ook zo'n speler als Korte die een goede bal voor kan geven. Eigenlijk was het was een hele simpele goal. Waarschijnlijk heeft die trainer van MVV heeft het zo vooraf bedacht. Als ik één goede voorzet heb, dan komt hij hem wel binnen. En dan moet ik wel zeggen, ja, dat klopt. Toen, het is natuurlijk niet zo makkelijk. Toen die Belg inviel, ik ben even zijn naam kwijt. Onze artiest. Oh. Verschuren. Verschuren. Ja. MVV, ik dacht het alweer vergeten. Hoe heet die voornaam van de manneke nog alweer? Arno Verschuren. Oh ja, de zanger Arno Verschuren. Ja, wij vinden het net een artiestnaam. Arno Verschuren. Uw applaus is voor. Toen die erin kwam, vond ik dat de dekking op die Verheid al beter ging. Ja. Had ik het idee tenminste. Hij had niet veel de tijd om dat te doen. Dat was er ook snel weer uit. Dat was er heel snel weer uit. Ja. Overigens, nou blijf ik bezig. Ik vond het geen rode kaart. Nou, ik heb dus dat rode kaartmoment nog niet goed teruggezien. Ik denk als het in het strafschopgebied was gebeurd, dat het inderdaad een gele kaart was. Ja, sterker nog, ik ga verder. Ik vond het geen overtreding. Nee, ja. Er was wel contact. Ja, maar dat wil niet zeggen dat een overtreding is. Die spits, weet je, die Kroeks, die doet het wel heel slim.
Hij voelt dat onze Belg Verschuren in zijn rug komt. En op het moment dat hij er is... Hij valt voorover. Gaat hij... Nee, snijdt hij voorlangs. Hij voelt iets en hij gaat gelijk liggen. Ja. Ik denk als Verschuren in had gehouden, overigens dat Brondil misschien die bal nog wel had gehad. Of ben ik nou heel optimistisch? Ja, we zijn wel overtuigd van Brondil. Ja, jawel. Jawel? Jij niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb ze nu allebei. Ja, ik vind Noppert, die maakt toch weer. Die maakt op mij niet zo'n hele slechte indruk. Nou, maar misschien ook niet meer goed. Maar ja, ik weet hij viel in bij Dordrecht en op een gegeven moment stompt hij weer een hoge bal weg. Ja, dat was het eerste wat hij inderdaad. Ik heb altijd een hekel kunnen vangen. Ik heb altijd een hekel aan stompende keepers, want die zijn altijd zo onzeker, jongen. Dat is echt vreselijk. Ja, nee, daar zitten we het in. Ja, klopt. Maar goed. Je zei het er net al. Als we nou eens een paar weken goed gaan trainen en de boel wat op de rit proberen te krijgen, dan zit er misschien nog wel wat in, Leon, dit seizoen. Ja, inderdaad. Maar ik hoop dat ze wel het goede gevoel weten vast te houden. We krijgen nou dus een pauze, hè, wat Mike net zegt, van 2 weken. Maar we hebben ook nog niet echt de moeilijke tegenstanders gehad. Hè? MVV is dan de moeilijkste. Hè? MVV is de moeilijke. Maar we straks krijgen Cambuur, VVV en de Graafschap, om maar eens iets te noemen. De Graafschap komt al binnenkort. Hè? Dus, dat bedoel ik. Dat zou toch? Ja, dat is wel een serieuze tegenstander. Ja, ik ben net zoals vorig jaar weer heel blij dat we ze volgens mij de meeste allemaal eerst thuis krijgen. Volgens mij hebben we zowel VVV als de Graafschap dat we ze eerst thuis hebben. Geen idee, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, dus goed. Daar ben ik op de eerste plaats al blij mee. Het wordt afwachten hoe we het gaan doen. Yep. Nou, laat ze maar lekker de eerste lekker in. Dus de beste aanloop die we kunnen hebben naar de moeilijke jongens. Gewoon met kleintjes beginnen, vertrouwen pompen. Spelers er nog bij komen, hè? Daar zullen we straks over hebben. Ja. Daar gaat nog veel voor komen. Maar uiteindelijk, godzijdank, met 1-2, met een hoop strijd, toch nog... Ja, dat vond ik wel mooi. Ze bleven wel strijdend overeind. Ja, toch? Zeker zo kun je ook zeggen. Ja. Fysiek hadden ze het moeilijk, dat weet ik ook wel. Goed debuut van Demon. De Mon, moeten we overigens zeggen. De Mon, Gino. Ja. Maar in de bus hadden we goede muziek voor hem, hè? Ja.